Buitenlandse kinderen kiezen dus zonder voorkennis hun ideale kapitein. En dat is precies dezelfde kapitein die wij ook kozen 4 jaar geleden. Is dat toeval of zit hier meer achter? Ik meld me bij hersenonderzoeker Walter, die de komende weken onderzoek uitvoert op mij en 24 jongeren. Jullie doen onderzoek op een vrij nieuwe manier. Kun jij uitleggen wat jullie precies doen? Wij maken gebruik van een MRI-scanner. En met een MRI-scanner kan je kijken wat er in het brein gebeurt. En dat is zowel bewuste als onbewuste hersenactiviteit. En daarmee zien we dus door het hele brein heen wat er gebeurt in het brein van mensen. Het mooie aan onze onderzoeksmethodiek is dat je dus ook toegang hebt tot de onbewuste gedachten van mensen. Wij denken dat we heel erg wel overwogen keuzes maken, maar niets is minder waar. Hebben jullie al voor politieke partijen gewerkt? Nou, we hebben dat hier in Nederland nog niet gedaan. Maar in Argentinië, waar we ook scannen, hebben we dat wel gedaan. Nou, de opdrachtgever was een van de politieke partijen, een van de presidentskandidaten. En die was benieuwd welke boodschap het meeste aansloeg bij het volk. Oké. Ik ga straks de MRI-scan in. Ja. Ik heb kort voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer gezeten. Kan het ook zijn dat uit mijn brein een hele rechtse oriëntatie? Of is het zo extreem niet wat we hier gaan meemaken? Nou, zo extreem zal het niet zijn. Het is niet zo dat als je links bent, dat wij dan zien dat je stiekem dat rechts bent. Stiekem rechts weer kan. Nee, dat verschil is echt te groot. Maar het kan wel dat je wat meer naar het midden zit dan je denkt. Dus dat je wat minder links bent en wat meer in het midden van het politieke spectrum zit. Dat zou natuurlijk wel kunnen, ja. Of bepaalde onderwerpen waar je misschien bewust van denkt, ik moet dit zeggen, want mijn omgeving denkt ook zo. Maar waar je onbewust heel iets anders over denkt. Kun je even heel concreet proberen uit te leggen hoe dat gaat? We laten allemaal visuals zien en teksten. Filmpjes? Ja, dat kunnen filmpjes zijn, maar ook gewoon stilstaande visuals. Foto's, of ja? Ja. En wij meten dan wat jij dus echt vindt en voelt. Ja, nou, hè? We kunnen al nog knippen. Je krijgt nu verschillende afbeeldingen van lijsttrekkers. En daar moet je dan op reageren. Ja, oké. Succes. Dank u. Als je goed hebt gekeken, dan zie je in de plaatjes dat de lijsttrekkers blauwe stropdassen hadden en rode stropdassen. Het zou heel goed kunnen dat de kleur stropdas zorgt voor meer emoties. Dus dat je meer geprikkeld wordt. Of bijvoorbeeld dat een bepaalde kleur zorgt voor meer vertrouwen. Omdat Meerte links van het spectrum zit, het politieke spectrum, verwachten wij dat zij heel erg sterk zal reageren op Klaver, op GroenLinks. De resultaten van mijn hersenonderzoek. Hoe reageer ik onbewust als het gaat om zoiets als uiterlijk? Hallo, hey, Walter. Hallo. Is dit mijn hoofd? Nee, dat is niet jouw hoofd. Nee, nee. Oké. Je weet het niet. Ja, we hadden dus de invloed van de kleur van stropdassen getest. Er zijn hele heftige resultaten uitgekomen. Ik zou zelf geneigd zijn te denken dat de kleur van een stropdas me echt het minst van alles interesseert. Nee, dat heeft dus echt een hele sterke invloed. En ook op hoe jij kijkt naar lijsttrekkers, dus hoe jij lijsttrekkers verwerkt. Oh god, nou. Kijk, hier zie je dus het verschil tussen een rode stropdas, een blauwe stropdas en geen stropdas. Ja. En je ziet hier op de verticale as, ja, zie je de balans van positieve en negatieve emoties. De beste score is dus bij een rode stropdas. Terwijl ik zou denken dat geen stropdas misschien wat hoog zou scoren in mijn emotionele. Ja. Ja, misschien dat je dat bewust ook denkt, dat zou heel goed kunnen, maar jouw brein zegt onbewust iets heel anders. Ja, het is wel geestig, want Trump draagt altijd rode stropdas. Giving it back to you, the people. Rood is een hele effectieve kleur. Dat straalt autoriteit uit, macht en dominantie. Ja. Die waardeer je dan dus positiever. Ja. Ja. Onvoorstelbaar. Nou, we kunnen ook nog kijken naar de 13 dimensies. We hebben dus gekeken naar 13 verschillende neurale patronen in het brein. En dat zijn dus die 13 verschillende emoties? Ja, precies. Het zijn verschillende emoties. Aan de bovenkant in het groen de positieve emoties. Onder in het rood de negatieve emoties. Wauw, dus ik voel bij een blauwe stropdas irritatie onbewust? Ja, relatief ten opzichte van de rode stropdas. Maar wat je ziet is dus dat op bijna alle emoties scoort een rode stropdas bij jou beter dan een blauwe stropdas. Dat vind ik zo raar, omdat ik... Ja, dat geeft helemaal niet. Had je niet verwacht? Totaal niet. Omdat ik zou denken dat, als ik daar dus bewust over nadenk, dan denk ik dat ik daar hele hoge irritatie bij voel. Omdat ik dan denk, oh, met zijn rode stropdasje en zo. Dat ik denk dat hij een grote, belangrijke leider is, wat bedacht. Maar blijkbaar onbewust heeft hij gelijk. Je hebt mij met 24 andere personen onder de MRI gelegd. Hè? Hoe verhoud ik me tot hun testresultaat?
Ja, precies hetzelfde. Want ook voor hun geldt dat de rode stropdas het beste scoort. Wat een rode stropdas voor 24 respondenten dus aantrekkelijk maakt, is begeerte, beloning en lage negatieve emoties. Dus het maakt degene die stropdas aan heeft, een politicus, begeerlijker en belonender. De kleur rood is een hele invloedrijke kleur. En je ziet zelfs bij voetbalclubs die spelen in de kleur rood, dat die statistisch gezien vaker winnen. Oh, wauw. Ja. Ik weet nou niet of ik moet zeggen, ik zie uit naar de volgende uitslag. Nou ja, maar interessant was het zeker. Ja, dat denk ik ook, ja. Dank. Alsjeblieft.